God, man, stootijn. Moet er schil van. Ik krijg helemaal, ik zie helemaal... Ja, dat is beter. Zie sterretjes. That's me. Hi. Goedemiddag. Daniel, le. Peter, een goede maandagmiddag allemaal. Ja, nou, hey, dit is alweer een hele poos geleden. Wij hebben wel heel veel contact, maar goed. Ja, we zijn keihard achter de schermen aan het werk. Dat is gewoon waar het op neerkomt. En dan blijft er eventjes iets minder tijd over om onze updates ook te doen. Ja, nou, tijd is een dingetje. Tijd is echt iets wat gekocht moet worden. Dat is altijd zo. En in die fase zitten wij nu ook een beetje. Ja. Want we moeten tijd kopen, zodat we iets anders kunnen afstoten. Dat is gewoon zo. Zijn we weer mee bezig, dus ja hoor. Op de achtergrond hebben we een mooie doorstart gemaakt. Weer mooie mensen aangetrokken. En we gaan weer verder. En het doel is inderdaad om tijd vrij te maken. Om meer tijd aan onze kijkers en aan het goede doel, aan het licht te besteden. En dat gaat lukken, dat gaat lukken. Maar, en eerlijk is eerlijk, ik denk, het wordt beter, het heeft een reden gehad, hè, wat ons is gebeurd, alles heeft een reden. Ik denk dat het beter wordt als het voorheen. Het is helderder, het is duidelijker, ook voor ons. Maar goed, we gaan nog niet te veel praten over platformen. Daar wordt iedereen moe van. Nee, want ik spreek ook mensen die zeggen, nou Daniel, het leek alsof jullie zo dichtbij waren. Ik wil ook graag mijn groepen mee gaan nemen. Wanneer? Komt. Het komt echt goed. We zijn heel hard bezig, geloof mij. Nee, we maken het gewoon weer even spannend. Hè? Ja, maar niet... Daar hebben we van geleerd. Maar goed, hey, wij dachten echt... Dat, even voor de mensen. Wij dachten echt dat we er bijna waren. En verder. Zullen we even een rondje nieuws doen? Laat maar doen. Achterlijke wereld. Snottenbellen protocol, hoorde ik vandaag. Wordt helemaal kind van de kinderachtigheid van het niveau op dit moment. Ja. Ik denk dat wel de grootste verbazing is dat de verschillen in beleving nu zo verdeeld zijn dat voor de mensen... Ja, die door alles heen kijken, dat je denkt, ja, maar dit, hier ga je toch niet meer in mee. Dat kan toch niet. Maar ja, de kudde die daar achteraan loopt en bijna wel moet. Want heb je A gezegd, ja, dan ga je nu ook B zeggen. Heel veel mensen zeggen maar gewoon niks meer. Nee. Het verschil is heel groot. Maar de toon wordt wel steeds kinderachtiger en belachelijker. Nee, ja... Kijk, wij doen het alweer 20 maanden, hè? Ja. 20 maanden te vroeg. Daar kun je wel redelijk depressief van worden op zich. Dat wij toen nog waren. Maar dat heeft een reden, hè? Het heeft een reden dat wij 20 maanden ook al die mooie mensen verzamelen... die graag naar ons kijken en ook voelen... Hey, het klopt wat ik zie. Het klopt dat er iets aan de hand is... En dan is het fijn als je ergens aan kan haken. En de haken er steeds meer aan. En voor die mensen is het misschien net nieuw. Hè? Voor ons is het 20 maanden herhaling. Ja. Waarin we ons constant verbazen over dat de agenda uitgerold wordt zoals die uitgerold wordt. Ja. Ja. En eerlijk is eerlijk, ook in die 20 maanden heb, dan laat ik even voor mezelf, ook wat geleerd. Groepen die wij volgden in het begin volg je nu niet meer of minder, omdat je ziet dat misschien te veel hopium is ook weer zo'n raar woord, maar je hoort het nog steeds, hè? Ja, we zijn er, whiteheads are in control, let op jongens, de RV komt eraan en bladibladibla. Continu. Ja. Nou ja, en we kennen de agenda van de Great Reset die uitgerold wordt. Daar zitten herkenbare punten in die echt werkelijkheid worden. En we kennen de agenda van de Whiteheads, Trust the Plan. Hè? En de plan is bekend. Maar het is constant kijken, waar zitten we? Wie is er echt in control? En ja, dat is het lastige in een oorlog. Dat wordt echt pas duidelijk aan de andere kant. Het is op dit moment soms
nou ja, niet helder wie waar aan welke knoppen aan het draaien is. En dat zorgt voor hele vreemde situaties. Nou ja, dat is ook zo. En daarom geloof ik ook dat we er nog niet zijn, maar dat roepen wij al langer. En we zijn er nog niet. Want nee. Stel dat we vandaag de knop om zou gaan, hebben heel veel mensen nog steeds niets geleerd. Mannen ook niets. Nee. Mannen ook niet. Het vertrouwen in de overheid neemt wel af. Het vertrouwen in de media, dat zie ik nu een beetje komen, omdat de berichten zo dubbel zijn. We hadden het er net al even over. Er wordt met cijfers van ziekenhuizen gegooid en gevaccineerden, ongevaccineerden die opgenomen zijn. Nou, daar wordt heel erg, ja, eigenlijk mee gespeeld. Wat ik zie is dat als doel heeft, als we het vanuit een hoger niveau bekijken, dat mensen ook het vertrouwen in de media gaan kwijtraken. Maar ja, daar is echt wel heel wat voor nodig. Dat je het niet met de overheid eens bent of dat je daar niet tevreden over bent, dat is menselijk geaccepteerder dan dat de nieuwstoeter die jij dagelijks tot je neemt, dat je daarvan gaat zeggen, nou, dat klopt niet wat er gezegd wordt. Nee. Dat doet echt wel zeer. Maar kijk, jij bent coach, hè? Jij bent coach en je hebt dagelijks met dit soort dingen. Wat is dat dan toch, dat mensen... Kijk, het kan toch niet zo zijn dat wij de enige zijn... En op dit moment, we zijn al met een redelijke groep, hè? Echt wel een paar miljoen. In Nederland al een paar miljoen, hè? Ja. Maar van die 17 miljoen zijn we nog steeds de minderheid. Het kan toch niet zo zijn dat de minderheid iets ziet wat zo overduidelijk is voor iedereen... Waarom zien wij dat wel en anderen niet? Nou, waar het mee te maken heeft, en dat is wat ik mensen leer in coaching, is heb jij een interne locus of heb jij een externe locus? En locus wil zeggen de richting van en de autoriteit die jij jouw leven en jouw besluiten en jouw emoties en je gedachten laat bepalen, zijn die afhankelijk van een interne focus of heb jij die naar buiten gericht? En eigenlijk bij heel veel mensen die nu nog dichtgeklapt zitten en de overheid volgen of de media volgen, die hebben een externe afhankelijkheid voor hun waarheid. Die bepalen eigenlijk niet intuïtief, maar vanuit een externe autoriteit wat goed is voor hun. En zo zit het hele systeem ook in elkaar. Vanuit, echt al eeuwen terug, religie heeft gezorgd dat wij niet meer leren als mens, dat wij intern een stukje God hebben zitten, een stukje richting hebben zitten, intuïtie hebben zitten, dat jij... niet jouw God ergens anders hoeft te zoeken, dus jouw autoriteit niet ergens anders hoeft te zoeken. En na religie kwam de politiek. En na de politiek kwam onderwijs, kwam farmacie, kwam de hele riedel aan systemen die eigenlijk allemaal misbruik maken van dat kleine stukje schakeling wat wij hebben. En dat is leef je in overleving. Dus ben je bang dat het anders niet goed met je komt, dan ga je iemand volgen buiten je. Maar ben je autonoom, ben je sterk genoeg om bij alles te durven twijfelen en te denken, en nou ja, zo eigenwijs zijn jij en ik allebei, en met ons hele veel, of durf je bij alles te denken, nou dan ga ik eerst zelf even over nadenken. Ja. Maar goed, het feit is dat zeg maar 9 van de 10 mensen dat dus niet hebben, denk ik. Generaliseren. En zo komen de meeste mensen bij mij binnen in coaching, in teamcoaching, organisatieontwikkeling. Al het energiewerk wat ik doe, gaat daarover. Het is die richting omkantelen en mensen weer koppelen aan zichzelf. En daar keuzes op leren maken. Niet op wat vindt mijn vader, mijn moeder, de buurvrouw, mijn kinderen, mijn man goed. Of wat vindt de overheid goed? Want daar zit het de hele tijd, wordt het appel op gedaan. Ben je wel een brave burger? Luister jij wel netjes naar of je gevaccineerd bent? Niemand denkt meer na eigenlijk. Hè? De hele inhoud, de hele boodschap, de hele discussie is al helemaal... Daar kijkt niemand meer naar. Maar het gaat nu over, ben je braaf? Ben je een goede burger? Daar wordt het appel op gedaan. En het uitgestoten worden of er niet bij horen of een andere mening hebben, dat is voor de meeste mensen hartstikke spannend. Want dat triggert een bepaalde angst.
dat ik dan, nou ja, niet goed genoeg, er niet meer bij hoor, niet afgestoten word. Daar zijn mensen bang voor. Dat zit er diep eigenlijk in. En op die overlevingsangst, daar is de hele matrix opgebouwd. De hele matrix. Als je dat kan triggeren bij mensen, dan heb je ze afhankelijk. En die trigger je door angst, schuld of schaamte. En dan maken ze, dus, nou, alles wat je nu in de media ziet, is een soort mengelmoes daarvan. Oeh, er komt weer een ander virus aan. Er zijn heel veel mensen in de kerk die luisteren niet. Die hebben zich niet laten het is de hele tijd zo'n mengelmoesje van angst, schuld, schaamte. De hele tijd. Kijk maar naar de krant. Je kan ze er zo uithalen. En elk berichtje wordt weer... Ga door. Kom maar. Go. Maar elk berichtje wat je ziet, daar zit zo'n appel in. Want als je die vibratie aan kan blijven zwengelen, want je triggert het en die emotie komt omhoog en in die frequentie zitten mensen. Tenminste, als je het niet buiten je kan houden. Ja. Is het realistisch om te denken dat dat anders was? Ja, maar dat kost dus tijd. Dat is die tijd waar wij ons vreselijk aan zitten te irriteren. Langzaamaan worden die haakjes losgepeuterd in The Great Awakening, waarop duidelijk wordt, als ik mijn overheid niet meer kan vertrouwen, als de media niet meer te vertrouwen is, ja, wat moet ik dan gaan doen? Langzaamaan komt nu die schommeling en zullen mensen, ja, ik denk doordat we nog door een grotere chaos straks gaan aan tekorten, een crisis, een griepseizoen waarbij nog meer mensen ziek worden, moet langzaam dat autonome gevoel weer aangebakkerd worden. En zullen mensen wel moeten om in een crisis weer te gaan denken, oké, hoe ga ik zorgen dat het met mij en mijn gezin goed gaat? Dus ja. Ik denk dat daar is tijd voor nodig. En dan gaat het goed komen. Maar ja, ik denk dat we nog wel uiteindelijk 1 of 2 generaties verder zijn, helaas. En dat is ook het mooie wat je ziet. De kinderen van nu, die zijn niet meer zo makkelijk te conditioneren. Daarom hebben ze allemaal labels gekregen met ADDD, PDD, NOS, weet ik het allemaal wat, al die onzin. En eigenlijk wat het is een nieuwe evolutie kinderen. Die zeggen, ik heb helemaal geen zin om te luisteren naar iets wat ik niet interessant vind. En die worden heel druk en vervelend. Maar dat gaat meer over het onderwijssysteem dat het over die kinderen gaat. En dan stoppen wij er allemaal drugs in. En dan zeggen we, die heeft dit en die heeft dat. Dat zijn allemaal kinderen die gewoon, die zijn niet meer te conditioneren. Die zijn al autonoom. Dus dat is onze hoop. Als we die kinderen nu laten detoxen, dan hebben we een paar sterke, andersdenkende. Ja. Als we die niet meer dwingen in ons systeem te zijn, dan zijn we een stuk verder. Het is die tussengeneratie nu, helaas, die nog vastzit. Hoog opgeleid, afhankelijk van de overheid. Die. Maar goed, hoe denk jij dat het nu gaat dan deze komende winter? Als nu in de media wordt aangekondigd, er komt een nieuw virus. Misschien moet je je vaccinabonnement gaan updaten. Denk jij dat mensen daarvan gaan denken, ga ik dat wel willen? Nee? Nee? Ik denk, wat ik van tevoren zei, ik denk dat een paar maanden cocooning ga doen. Lekker in mijn huisje. Leuke gezellig maken in en om het huis. En that's it. En ik denk van er zullen een heleboel mensen zijn die 2 vaccinaties hebben gehad en de derde niet willen nemen. Die zullen er zijn. Ja. Die zullen er zijn. En die zullen het nu roepen. Totdat het zover is. Totdat het op aankomt, hè? Totdat ze beseffen wat de consequentie is. Ja, en dat is het nare nu, want je ziet dat mensen, omdat er zo'n misbruik wordt gemaakt van angst, schuld en schaamte, er was heel even een beweging, er was heel even een gevoel van ik ben heel trots op het zeggen van nee en ik ga me niet laten vaccineren, maar dat ebt nu al langzaam weer weg, omdat er zo op dat schuld en schaamte gevoel propaganda gezet wordt, dat mensen toch nu al niet meer durven zeggen, ik ben niet gevaccineerd. Ik hoor echt kinderen op de opleiding in zorg en welzijn, sprak ik een jongen van 17,
die echt zegt, ja, ik hoor gewoon, ze noemen mij, ze vinden mij niet vies, of ze vinden mij, als je niet gevaccineerd bent, bah, dan ben je niet, ja, echt naar, gewoon echt heel naar. Ja. Ga daar maar eens tussen durven blijven staan. Ja. Dus maar ja, met dat, nou ja, met wat ik zei, ja. Ik denk, wij riepen het vorig jaar al, want wat een rare winter, en wat, gaan zullen veel mensen overlijden, en dat soort dingetjes meer. Ga maar even in 3 maanden in winterslaap of zo, maar dat hebben we vaak gezegd, we zijn een jaar te vroeg, we zijn echt een jaar te vroeg, en als we niet oppassen, zijn we nog weer een jaar te vroeg, want we zitten in een loop. Ik ben, Er is een tijd nodig, er zal een crisis, het zal nog groter moeten zijn. Kijk, een evolutie en revolutie is een gevecht binnen het systeem, en dan komen de andere machthebbers en dan gaan we gewoon weer verder. Dat hebben we niet nodig. We hebben een evolutie nodig. We moeten boven de systemen uitstijgen en dan verder. En dat gaat alleen gebeuren als mensen van onderaf gaan voelen, het moet nu anders, anders komt het niet meer goed met mij. Het moet nu anders. En ik geloof dat we helemaal terug moeten naar de basis, helemaal lokaal opnieuw onze hele samenleving in moeten richten. Niet meer afhankelijk van grote ketens, grote banken, grote internationale achterlijke invoer van producten. Lokaal alles weer in balans moeten gaan brengen met elkaar. Op de juiste vlakken. En dat gaat alleen gebeuren als mensen echt in deze winter gaan voelen, het gaat anders helemaal mis. En toch is dat, die urgentie is er nog niet. Nee. Dus ja, nou ja, daar moeten wij dan maar... Die tijd hebben wij ook nodig om ons mooie grote plan op te tuigen. Want jij en ik roepen, nou, we gaan het gewoon zo en zo doen. Maar dat is best een groot project. En wij hebben daar hele goede ideeën over. Dus we gaan van die tijd gewoon goed gebruik maken, Peet. En in de tussentijd, zou ik zeggen, maak ik je thuis inderdaad heel comfortabel. Sla heel veel gezond, goed eten in. Zorg voor goede suppletie. Hou je immuunsysteem hoog. Want ja, er komen een paar virussen nu aan. En als je een verzwakt immuunsysteem hebt door vaccinatie, dan kan het wel eens heel erg heftig en pittig gaan worden. Ja. En heb je gevaccineerd en wil je alsnog een andere keuze gaan maken, dan kan dat nog steeds. Maar ik hoop dat veel mensen niet die derde of die booster gaan nemen. Want wat ik een arts heb horen zeggen is dat met 60% het immuunsysteem is afgenomen door het vaccin. Omdat het vaccin niet beschermt tegen dat virus, maar het antilichamen aanmaakt. En die antilichamen zorgen ervoor dat je niet meer kan reageren op een virus wat er van buiten af op je afkomt. Dus nee, ja, we moeten onszelf goed beschermen en in de tussentijd onszelf goed gaan organiseren. Er is tijd, we hebben tijd, maar als we naar buiten kijken, weet ik zeker dat het steeds gekker, steeds raarder wordt. En ook ons overvalt het soms toch, dat je denkt, jeetje, wat is de energie zwaar, wat vermoeiend. En tegelijkertijd verbaast het ons ook weer niet, toch? Nee, ja, wij zijn ook net mensen, hè? Het is even... ja. We weten het. En als het dan gebeurt, dan is het toch... Het is toch... Ja, je hoopt zo dat er meerdere mensen zijn die opstaan. En ik ben er heilig van overtuigd dat er echt inmiddels miljoenen Nederlanders zijn in Nederland. Ja. En dan die wakker zijn, zoals we dat noemen. Dat geloof ik echt serieus. Ja. Maar wat ik ook meer en meer zie, dat meer en meer mensen zeggen, Peter, je zit in de angst en blijf hoog in je energie en bla bla bla. Het komt goed, ze hebben al gewonnen. Kijk, en die gaat er bij mij op dit moment, maar hey, ik ben ook net een mens, hè, die gaat er bij mij op dit moment heel slecht in. Nee, dat is zo. Nee, maar verandering komt niet vanzelf. Nee. Het is heel mooi en ook ik zie dat daar goede bewegingen in, dat er van bovenaf heus wel iets zal gaan veranderen, wat van hoger gestuurd is. Maar de echte evolutie moet van onderaf komen. Dat moeten we echt zelf gaan doen. Ja. Dus dan is alleen maar zitten en hopen en hoog in het licht zitten niet genoeg. Dat licht moeten we ook proactief gaan gebruiken en met elkaar ons gaan organiseren. Ja. Ja, en nou ja, de vorm die wij daarin willen aanbieden, of de manier die we daarin aan het faciliteren zijn,
ja, die gaat erover om lokaal, regionaal en nationaal met elkaar te gaan verbinden, om dat neer te gaan zetten. En dat vraagt een beetje organisatie. En dan kunnen al die duizenden mensen die wakker zijn met ons daarop aan gaan sluiten. Want ik denk niet dat mensen ons moeten volgen. Uiteindelijk gaat het over een stukje persoonlijk leiderschap en een stuk gezamenlijk leiderschap gaan nemen om dit te gaan keren. En het kan. Het kan. Ik weet zeker dat het goed gaat komen en dat we die kant op gaan. Nou, en dat is ook zo. Het kan en het komt ook goed, dat weet ik zeker. Maar de urgentie is er bij een heleboel mensen, is die er nog niet. En dus wordt het nog een beetje erger. En dat denk ik, dat geloof ik. Ja, dat is het gevolg inderdaad. Ja, dat is het gevolg. Ja, nee, ik spreek ook heel veel mensen, zeker op het moment, want wij zijn ook overal onze netwerkjes aan het aanboren. En de ene keer denk je, ja, die en die en die, en dan gaan we dat en dat en dat doen, en dan komt erop aan. En dan, oh, is het toch nu spannend en moeilijk? Nee, ja, kan ik toch niet helemaal maken, mijn bedrijf, mijn dit. Ja, wat moet je beginnen? Dat is wat wij nu heel erg merken. Hè? Ja. Mensen die echt wel willen, ook, het ook wel zien. Maar om uit dat systeem te stappen en nu nee te zeggen. Ja, en dat is ook moeilijk als het je bedrijf, je gezin, je familie raakt. Maar ja, dat zullen we toch met elkaar wel moeten gaan doen. Anders blijven we erin hangen. Ja, kijk, het spel wordt door de overheden heel slim gespeeld. Dus het is niet echt niet zo dat ze van vandaag op morgen een heleboel bedrijven sluiten. En dat ze denken, ze spelen het gewoon heel slim. Echt heel slim. Waardoor wat wij zien... Kijk, wij zien dingen die er nog niet zijn. En dat is lastig. Hè? Het is net een geloof, het is net een secte. Mensen vinden dat lastig. En elke ondernemers gaan echt heel ver mee in je verhaal. Behalve dan dat het hun bedrijf gaat raken. Want dat geloven ze niet. Dat wil je niet geloven als ondernemer. Maar je bent te laat. Als het zover is, ben je te laat. Dan zijn je moet nu stap ondernemen. Ja. Om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt. Maar ja, dat. En ja, maar goed. Jij en ik zitten in een andere situatie wat dat betreft. Andere positie. Waardoor we ook de ruimte hebben om dingen groter te zien. Dat geloof ik ook. Ja, wat het ook niet makkelijker voor ons maakt. Want wij worden ook geconfronteerd met dingen die niet doorgaan. Of weggenomen worden. Of moeilijk gemaakt worden. En ik denk dat we daarin elkaar moeten blijven inspireren. Om toch door te gaan. Om dan niet te denken, nou ja, wat moet je toch beginnen tegen de gevestigde orde? Nou, heel veel. Waar een wil is een weg. En waar we met elkaar een weg zoeken, wordt die weg steeds breder. Dus dat is denk ik de uitdaging. Hoe we met elkaar geïnspireerd kunnen blijven zoeken naar die wegen. En dat willen we heel graag doen. Juist met die ondernemers, met die boeren. En ook slim gaan nadenken hoe we buiten de huidige systemen nieuwe economieën op kunnen bouwen. Met nieuwe financiële vormen. Nou goed, daar hebben we allemaal mooie ideeën over en daar gaan we ook allemaal aan beginnen. Daar zijn we al mee bezig. Maar het begint met het stukje leiderschap in jezelf pakken en durven autonome keuzes te maken. En dat is de grootste uitdaging voor mensen om die alleen te nemen. Want dat betekent in je familie, en dat merk ik ook, in je familie, in je vriendenkring, in de straat, anders denkend, anders doend te zijn. En ja, ook als je nu natuurlijk, ik zet geen tv aan, ik lees een krant om te zien wat er geroeptoeterd wordt. Maar dat is best wel lastig, want wij staan nu in de hoek waar de schuldknuppel in wordt gegooid. En jongens, dat gaat alleen maar erger worden, want er komen steeds meer zieken. En er wordt gezegd dat de ziekenhuizen vol liggen met ongevaccineerden. Er zijn genoeg berichten die bunken, hè. En het is gewoon niet waar, maar ik denk dat we nog door een erger stukje heen moeten waarin dat op ons afkomt. En ja, hou je rug recht is best wel lastiger. Nou ja, kijk, je mag de vergelijking niet maken, maar ik doe hem toch. Wij zijn de spreekwoordelijke Joden van de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, ja. Daar ben je overal de schuld van. Ja, ja. Nou, kijk, en toen zeiden mensen ook, ik volg de wet. Ja. En ik doe wat me verteld wordt, het is maar mijn baan en het is maar dit. En die stonden uiteindelijk ook aan de verkeerde kant.
Met de onbewuste bedoelingen. Ja, maar kijk eens hoeveel Joden bewust zelf met een koffertje op het perron stonden in Westerbork. Die stappen in een veewagen. Ook dat, hè, maar als je die beelden ziet, en dan gaan we nog een stapje verder. Na de Tweede Wereldoorlog, we weten wat ermee gebeurd is met heel veel Joden. Na de Tweede Wereldoorlog riep iedereen, dit nooit weer. Hey, kijk waar we nu in zitten. En nu zitten we wereldwijd. Hè. Nu kun je niet vluchten naar een ander land. Dat wordt lastig. Het is overal. Ja, het is overal. In sommige landen is het wel iets gezelliger op het moment. Ik denk dat wij echt wel in een heel naar stukje zitten op dit moment. Ja. Nederland is echt niet makkelijk om te zijn. Maar goed, we zijn hier met een reden met elkaar. We zijn hier met elkaar neergezet. En als je onze filmpjes kijkt, is dat ook met een reden. We hebben een functie. En zo voel ik dat ook echt. We hebben iets te doen. Wij zijn degene die gezondheid, autonomie en het licht aan het beschermen zijn. Voor onszelf, maar vooral voor onze kinderen. Hè? Want ik zie het op die kleine schoudertjes terechtkomen. En het is niet oké wat die jongens op dit moment, als ik naar mijn eigen kinderen kijk, te verduren krijgen. Ja. En wat er geroepen wordt en hoe er verdeeldheid gecreëerd wordt. Het is niet oké. En dat mag gewoon niet gebeuren. En het is niet makkelijk, maar ja, wij hebben helaas die rol te vervullen. Nou, ja, je bent niet voor niks wakker geworden. Ja, now you know, now you're in trouble. Ja. Nee, ja, zo is het inderdaad. Nou moeten we er iets mee. Dat is het. Je kan niet meer terug. Je hebt het gezien, je snapt het spel, je kijkt er doorheen. En nou zit je er fucking middenin. Ja, het is niet makkelijk. Soms denk ik wel van, ik koop echt een mooie Land Rover of zo. Ik ga lekker weg, ik ga het veld in. Toedeledokie. Nee, maar je bent nog niet klaar. Dan kom ik je halen. Dan gaan we... Nee, we zijn nog niet klaar, Peet. We hebben dingen te doen. We hebben mensen te inspireren. We hebben mensen te activeren vooral. We hebben gewoon iets te doen. En in de tussentijd kom je maar gezellig een keertje eten bij mij of zo. Nee, ja, we zijn gewoon nog niet klaar. Dat kan straks allemaal. We hebben gewoon iets te doen. We gaan niet lopen vluchten hier. Oh, nee. Het is niet makkelijk. Het is echt wel een narige toon die er nu gezet wordt, hè? Nou ja, kijk, dat en natuurlijk, ik weet echt dat er heel veel mensen zijn die ons volgen en anderen volgen en echt wakker. En zijn ook, ik weet ook, er zijn honderden, duizenden die weten veel meer dan ik, helder. Maar er zijn er ook een heleboel die zijn niet wakker. En dat frustreert ze. Het verschil is heel groot op het moment. Echt heel groot. Ja. Met sommige mensen om je heen heeft het ook echt geen zin meer om te praten. Nou, laat het dan ook gewoon. Ja. Laat. En dat zijn dan vaak wel mensen waar je even mee wil praten, snap je? Hè? Ja. En kijk, een vreemde, dat kan me niet zo verschillen. Maar een bekende, dat vind ik lastig. Lastig, hè? Nou, dat is ook echt wel verdrietig nu. En dan vervalt het contact wel tot iets heel oppervlakkigs. Ja. Als je zulke wezenlijke dingen niet meer kunt hebben met elkaar. Nee hoor, dat is voor mij ook echt zoeken. Echt een uitdaging. Maar kijk, toen we jaren geleden het begon over van 3D naar 5D. Dat mensen zeiden, ja, maar waar gaan we dan heen? Wie gaan er dan mee en wie mogen er dan niet mee? Jongens, dit is wat het is. Ja. We zitten in andere dimensies, in een andere manier van het leven ervaren. Dus mensen die naast je staan wel naast je, maar die beleven echt een hele andere realiteit. Dat is het van 3D naar 5D stuk. Het gebeurt nu. Er zit zo'n knip in het bewustzijn nu. En dat kan heel frustrerend zijn dat je denkt, zie je dan niet wat ik zie? Begrijp je niet wat ik begrijp? Nee. En dat is het antwoord. Het antwoord is gewoon echt nee. Als je nog zo vast zit in die ego-wereld, in die afhankelijkheid van buiten, en niet die verbinding hebt met, nou ja, vanuit je hart, vanuit je autonomie kijken naar de wereld, dan zit je echt op een hele andere tijdlijn. En daar zitten we in. En het is super frustrerend. Ja, nou ja, maar ook misschien wel weer spannend en uitdagend. We gaan kijken waar dit allemaal heen gaat, toch? Ik dacht echt dat we naar een andere wereld gingen, 5D. In het begin, dat heb ik er vaker gezegd. In begin, ik dacht, maar dat is echt, hè. Ik dacht het echt, ik had er nog nooit van gehoord. Ik denk, what the fuck, we gaan naar een andere... Ik denk, lekker dan, heb ik net een huisje verbouwd. Dat dacht ik ook nog.
Nee, het is echt een stuk bewustzijn. En er wordt in de spirituele wereld best een hele kermis van gemaakt. En ja, dat maakt de spirituele wereld ook niet altijd een hele gezellige. Het gaat over een bewustzijn en 5D en beyond. Want nou, het, hoe hoger het bewustzijn, hoe hoger het, nou ja, de verlichting. Uiteindelijk gaat het over compassie kunnen hebben. En die uitdaging zitten we in. Nou, in die 3D-wereld is er niet zo heel veel compassie op het moment. Zeker niet voor ons. Nee. Maar andersom zitten wij in precies hetzelfde vraagstuk. Oké, wij zien wel dat stuk donker in de wereld. We staan ook niet helemaal in het licht. Maar ook voor ons wordt het een uitdaging om compassievolle actie te gaan ondernemen. Oké, geen oorlog, maar hoe gaan we dat dan doen? We willen hier wel uit. We zullen wel stappen moeten gaan ondernemen. Zonder dat je elkaar verrot gaat slaan en dat er mensen kapot gaan. Maar hoe komen we hier uit op een manier dat we werkelijk goede samenleving gaan bouwen? Ja, en in dat overgangsstuk zijn we terechtgekomen. En nou, hier is het in ieder geval niet, hè? In het stuk gevaccineerd, ongevaccineerd. Het is echt tenenkrommend wat je ziet gebeuren. Nou, en ik denk dat de verwijzing naar de oorlog helemaal niet zo gek is. Ik denk dat heel veel mensen daar dat opnieuw ook beleven. Oudere mensen hebben het ook heel zwaar als je op dit moment andere keuzes maakt. Ja. Nou ja, kijk, ik nogmaals, je moet leren van de geschiedenis, hè. Maar we hebben dus niks geleerd van de geschiedenis. Want je ziet het voor je ogen weer gebeuren. Ja, maar wij zijn geen Joden, nee. En ja, zulke autisten heb je dan ook rondlopen. Maar nee, maar wel de verdeeldheid, dat die stapsgewijs, en we krijgen dit winter, wat een rare winter voor ons. Dat geloof ik echt. Ja, denk ik ook. We krijgen echt overal de schuld van. Het maakt niet uit. Zo wordt het gespeeld in de pers in ieder geval. Ja. Nou. Ja. Maar hebben we nog het leukste te vertellen, Daan? Hebben we nog iets leuks te vertellen? Wat ik wel positief vond, is dat in een hele andere hoek, de crypto-wereld, dat daar een besluit op zit hoe met de nieuwe cryptocurrencies of de nieuwe regelgeving één lijn wordt getrokken. De ISO 2000 nog wat. Ja, 2021, ja. En nou, daar zaten we eigenlijk al heel lang op te wachten. Dat is wel de voorsortering naar in ieder geval een secure financiële wereld. Hè, dat haalt in ieder geval een hoop lucht uit de financiële wereld. Dus het is een basis waarop we in ieder geval in de toekomst er meer zekerheid zal zijn, omdat de cryptocurrencies verbinden moeten zijn aan vaste assets. En niet aan lucht en nog meer lucht en nog meer lucht. Want dat is uiteindelijk waar we deze hele luchtballon aan systemen opgebouwd zijn. Lucht. Mag een crypto wel gebonden zijn aan currency? Nee, het moet aan. Nee, want dan hebben we het. Het moet goud, zilver of andere assets zijn. Dus nee, alleen die currency, dat is nu even. Natuurlijk, tijdelijk zal dat nog even zo zijn. Maar uiteindelijk gaat dat ook weg. Want als de economische markt klapt, dan gaat blijken dat een currency op zich ook geen waarde heeft en geen security biedt. Dus nee, uiteindelijk moet het zijn goud of zilver. Of een hard asset. In ieder geval of een hard asset. Ja, ja. Nou ja, en daar zien wij mooie projecten van. Daar hebben we het net over gehad. Er is een project, Amoria, waar wij het al meer over hebben gehad. Die hebben nu een crypto op de markt. Die is gekoppeld aan water, hoog alkalisch water. Er zijn cryptocurrencies gekoppeld aan goud, aan zilver, aan koper. Maar aan vaste waarde, zodat jouw geld ook altijd in de wisselkoers ergens aan verbonden zit. En niet zoals de hele financiële luchtballon nu aan trusten die leeg zijn. Ja.
Dus, nou, Gaan we onderzoeken. Wat mij betreft een hele positieve ontwikkeling. En ik denk ook voor ons een uitdaging om ons daarin te gaan bekwamen. Want dat is wel de toekomst, de financiële toekomst, waar we denk ik ook regionaal met elkaar naar moeten gaan kijken. Ja, als straks alles in elkaar dondert. En ik denk echt dat dat gaat gebeuren. Dat we echt in een crisis komen waar er even tijdelijk niks in de winkel ligt, niks te halen valt. En ik denk eigenlijk dat het goed is, want dan moeten we weer terug naar, hé, waar haal ik eigenlijk al mijn producten en dingen vandaan? Zo zou je weer een economie uit kunnen stabiliseren en hem opbouwen, zodat je niet afhankelijk bent van de grote bedrijven, grote banken, maar dan halen we het weer terug naar ons. En ik denk dat je dan opnieuw zou moeten gaan kijken, lokaal, wat zijn onze assets? En daar je crypto, je economie op gaan bouwen. Ja. Ik denk dat dat echt de beweging is. Dus daar zag ik dit weekend een begin van. Dus dat is positief. Dan sluiten we daarmee af. Ja, vind ik ook. Vind ik ook. We hebben een coaching sessie gehad. Nou, wat wil je dan nog meer? Iedereen weer bij. Ja, iedereen weer bij. Nou, in de tussentijd, wanneer ga je weer een radio-uitzending doen? Nu. Ja? Want ik zie dat mensen daar ook heel blij van worden. Dat is jouw coaching sessie eigenlijk. Ja, als jij ook elke dag even wat inspreekt voor mij. 3 minuutjes maximaal. Ja, dat is goed. Ik vind dat heel grappig. Ja, dan wil ik wat doen. Ja. Oké. Okay. Nee hoor, dan vertel ik wat ik aan het doen ben. Maar jij gaat je muziekjes weer draaien. En ik zie dat jij daar echt heel veel mensen blij mee maakt. Ja, nou, het begint bij mezelf. Ik vind het ook echt leuk om te doen. En nou. Super. En het is, ik kan het doen wat ik zin in heb. Dus hoe grappig wil je? Nou, helemaal perfect toch? De Muppet Show hoor je straks. Hey, luister, de Muppet Show ga je straks. Nou, wat wil je dan nog meer? Super. Daar word ik altijd blij van trouwens. En die mopperende opaatjes op het balkon zijn de allerleukste. Die zijn het allerleukste. Dat ga ik nog wel zeggen. Mijn boek, alle mensen die hem hadden besteld, die krijgen hem. Ik denk zelfs dat dat deze week nog gaat lukken. Eindelijk begint daar ook wat een beetje in te schuiven. En ik ben bezig met een nieuwe versie van mijn boek. Dus er komt een update en dan ga ik gewoon weer verder. Dan komt er weer een pre-order. En ik ga alle mensen die mij hebben benaderd voor een lezing, boeklezing, ga ik inplannen. Dus dan ga ik in ieder geval op die manier het land in. En er komt nog deel 2 komt er nog en deel 3 komt er nog. Er komen aansluitingen inderdaad op het boek. Er komen inderdaad een aantal programma's online en offline. Daar zijn we mee bezig. Ik ga deze week naar 2 locaties waar jij en ik samen ook naartoe gaan. Ja. Met allemaal leuke dingen zijn we bezig. Ja, ik hoop echt dat dat... Nee, ik ga er wel van uit, maar dat zal echt wel... Super wordt dat. Ja, dus als we echt met iets leuks afsluiten, dan is dat dat, jongens. Verheug je erop. We gaan echt wel mooie dingen neerzetten. We moeten even schakelen en we kunnen helaas de tijd niet dwingen nog sneller te gaan. Dan zouden we het doen. Maar er komen leuke dingen aan. We zijn bezig. Hey, leuk. Tot de volgende keer. Een fijne maandag verder. Een anderhalf uur. Een beetje langer deze, maar goed, het is niet anders. Tot gauw. Doeg!